Welkom bij mijn vlog over het Hobby Writers Event 2017, gehouden in de Dalslandregio in Zweden. Eerste avond op het water. Ik ben zelf van Schiphol met een korte vlucht naar Gothenburg gevlogen. In Gothenburg zijn meer gasten geland. Daar zijn we samen gekomen. Bakkie gedaan en zo. En van daaruit zijn we opgepikt en naar onze bestemming gebracht. Daar de kennismakingsronde gedaan. Nou goed, daarna was het plan natuurlijk vrij snel duidelijk. Hup, het water op. En met succes. Ik mocht in de eerste paar uurtjes gelijk al twee leuke vissen bijschrijven. Zoals ik al zei, vissen we in provincie Dalsland. We zijn nu op het Eslandmeer. Eslandmeer ligt ook aan ons onderkomen. En ons onderkomen wordt verzorgd door de familie Posma. Het is een hotel pension Atlas Coswartus. Een prachtig onderkomen. Heerlijk geslapen. Super eten, super verzorgd. En Johan zorgt heel fijn voor zijn gasten. We hebben ons daar goed thuis gevoeld. Bijkomend voordeeltje is dat als een hotel direct aan de waterkant is. Dus ja, het is gewoon je bed uitrollen en hop erin. Eslandmeer, mooi groot meer, helder water. Eerste avond hebben we dus eigenlijk op het meer zelf gevist. Nou zit er in een klein in een hoek, een klein bruggetje, een tunneltje, waar je nog naar een klein uitlopertje van het meer kan. Daar zijn we de opvolgende ochtend zijn we daar gaan kijken. En ook daar hadden we nog wat vis. Wat op zich wel aardig was, is dat we in tegenstelling wat je in Nederland soms wel hebt, dat je hier op dit meer, in ieder geval in de periode dat wij er waren, dat een hoop vis toch echt op 30 meter water en dan op een diepte van een meter of 3-4 gevangen werd. Dus dat was wel eens een beetje zoeken. Onze tweede visdag zijn we naar het Venneunmeer geweest. Dit onder begeleiding van Andy van Assema van Sportfishing Dalsland. En die had ons de avond ervoor tijdens het avondeten, de barbecue, met een gezellig biertje, had hij ons de ins en outs verteld over Venneun en het vissen algemeen in Dalsland. Erg nuttige info bleek voor sommigen. Maar 's ochtends vroeg, je ziet er maar zelf nog wel dat het erg vroeg was.
Maar ja, Vennen is gewoon een prachtig meer. Super groot. Derde zoetwatermeer van Europa. We zijn bij de helling bij Tussenbaken zijn we erin gegaan. Daar heb je een eilandengroep. We hebben ervoor gekozen, we waren met 6 kajaks om 3 man linksom en 3 man rechtsom te gaan. Voor de ploeg die linksom ging, bleek dat succesvol. En voor de ploeg waar ik in zat, die rechtsom ging, bleek vooral het uitzicht heel erg mooi. Fantastische omgeving. Mooie eilanden, veel riet. Veel meters gemaakt met de streamer. Maar helaas geen aanbeet mogen zien. Uiteindelijk zijn we aan de achterkant van de eilandengroep zijn we elkaar weer tegengekomen. En hebben we nog daar nog een stuk gevist waarna we weer terug zijn gegaan. Onze collega Ian die pakte nog een mooie 1,8 meter. Dus ja, er zitten wel degelijk mooie vissen. Grote vissen. Echt een aanrader als je in die regio bent om daar ook eens te gaan vissen. De volgende dag zijn wij op het meertje vlak achter Johan Postman's hotel geweest. Ook wel het meertje bij de kerk genoemd. Church Lake. Prachtig watertje. Natuurlijk een stuk kleiner als Vennen. Dat is geen vergelijk, maar ook kleiner als Estland. Mooie toegang door een beek die erin uitstroomt vanaf de weg. Je vaart gewoon midden tussen het riet. Zo het meer op. Kraanvogels om je heen. Zoals je ziet, kraakhelder water. En ja, is gewoon top. Want dat op dat moment was net droog na de regen. En Nika en ik voeren erop. Spiegeltje glad. Gewoon geweldig. Een van de voor mij hoogtepunten naast het vissen aan zich in Zweden was natuurlijk wel het kunnen testen en gebruiken van de Mirage Drive 180. Ja, dus we hadden de Mirage Drive waar we gewoon mee vooruit kunnen, maar met deze drive kunnen we dus ook achteruit. Hier zie je duidelijk dat ik achterwaarts aan het varen ben met de kajak. Vissend met een hele zware zinklijn om een beetje diepte te maken. En de vis toch wat dieper op te zoeken. Na de regen waren ze aardig weggetrokken. En hier zie je de onderwaterbeelden van die Mirage Drive. Je trekt aan de hendel en je vaart de andere kant op. Echt super systeem. Een beetje bij de kerk, daar zijn we toch redelijk vroeg in de middag weer vanaf gegaan. En ik wilde zelf zeker nog even op Estland proberen. Vooral in die verre hoek waar we geweest zijn, die kleine uitloper. Daar, dat voelde gewoon naar vis. En ik ben erheen gegaan en dat bleek ook. Want daar wederom achteruit vissend met de vliegenhengel en de streamer. Ja, dat leed tot een vastloper. Gewoon die aanbeet die geen kant meer opgaat. Mooie drill. Lekker bezig geweest. In je eentje toch wel even een dingetje. We wilden natuurlijk wat beelden en foto's hebben. En ik heb nog geprobeerd tijdens de drill een van mijn vismaten te bellen. Maar die bleek geen bereik te hebben. Dus ik ben zelf naar de kant gegaan en heb de vis daar geland. We kennen dat denk ik allemaal wel. Je vist in een mooie omgeving, je vist lekker.
je setup is goed, weet je, het voelt goed. En ja, dan zoek je gewoon net nog eventjes die ene vis om het af te maken. Gewoon een paar mooie vissen in de pocket. Maar ja, je mist gewoon nog net even die ene. En het is gewoon gelukt in de laatste 2 uur van de vistrip toch nog een meter te pakken. Ik kan je voorstellen dat ik op dat moment natuurlijk echt super blij was. Naar de kant gegaan, rustig even wat opnames kunnen maken van die vis. Ik was zelf zo slim om een meetlint gewoon op de hotelkamer te laten liggen. Dus dat was een dingetje. Gelukkig heeft de Hobie Paddle 2 hele mooie anti-drubberingen die je snel eventjes kunt instellen op de juiste maat. En ja, daarop natuurlijk de release van die vis. Daarna snel naar mijn maten toe gevaren. De afstand tussen de ringen opgemeten en klaar. Een meter en 5 mm. Ja, was echt super. Dat was het. Daarna richting hotel gegaan. Super tevreden natuurlijk. Helemaal in mijn hum. Helemaal in mijn sas. En klaarmaken voor de terugreis. Dikke vette bedankt naar Hobie. Helemaal te gek. En tot de volgende keer.